16 bestuursambtenaren van het district Sipaliwini zijn vandaag bevorderd naar een naast hogere rang. Het gaat om 14 bestuursambtenaren van het resort Pamaka en 2 van het resort Tapanahoni. De opspelding van deze 16 bestuursambtenaren vond vanochtend plaats op het commissariaat van Sipaliwini aan de Zwartenhoven-Brustraat. Districtscommissaris Osea Bini van het bestuursresort Pamaka zegt dat dit moment niet alleen de erkenning van het harde werk en toewijding van deze 16 ambtenaren markeert, maar het is tevens ook een historische mijlpaal voor het resort Pamaka. Deze ambtenaren zijn door hun inzet, integriteit en toewijding klaar voor grotere verantwoordelijkheden en uitdagingen. Jullie werk heeft een direct impact op het welzijn van onze gemeenschap. En jullie toewijding is een voorbeeld voor ons allen. De rol van een bestuursambtenaar is cruciaal voor het goed functioneren van onze overheid. Jullie zijn de brug tussen de beleidsmakers en de burgers. Uw functioneren zorgt ervoor dat de plannen en programma's die hier worden ontwikkeld effectief worden uitgevoerd en hun doel bereiken. Jullie zijn de ruggengraat van onze bestuursapparaat. Minister Gracia Emmanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport benadrukte ook dat bestuursambtenaren een belangrijke rol invullen. Vooral zij die in het binnenland werken, waar zij het beleid van alle ministeries, met uitzondering van Defensie, moeten vertalen voor de gemeenschap. Bestuursambtenaren hebben het bijzonder moeilijk. Daarom is het van groot belang dat zij de waardering krijgen die ze verdienen, zegt Emmanuel. Er zijn meer bestuursambtenaren die wachten op een bevordering. En ik kijk richting directeur van Binnenlandse Zaken. We hebben nog heel veel bevordering daar bij u, directeur. Ik wil u bedanken voor het hard werken om dit te hebben. Maar ik kijk ook heel lief naar u. Alsjeblieft, we hebben hier 7 bestuursresorten. En vandaag gaat het om Pamaka en Tapanahoni. Alsjeblieft, de mensen van boven Saramaka. De mensen van, ik kijk naar DC Linga. De mensen van DC Sapa. Die zitten heel spannend te kijken naar dat van hun. Ik wil u nog een keer zien hier bij een opspelde van bestuursambtenaren. Maar Jepuno, pak ze voor ons op. De Foro, en ik reken op u, want vrouwen kunnen het beter. Dankjewel. Bestuursambtenaar Sandra Losseng, die sprak namens de overige bevorderden, bedankte de gemeenschap die zij mogen dienen voor de ondersteuning. Het is een voorrecht om een bijdrage te leveren aan het welzijn en de ontwikkeling van, in deze het binnenland, meent Losseng. Wij zijn vastbesloten om ons werk met integriteit en toewijding voort te zetten in dienst van het algemeen belang. Nogmaals, onze oprechte dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. Wij zijn vereerd en dankbaar voor deze kans en beloven ons best te doen om aan de hoge verwachtingen te voldoen die met deze functie gepaard gaan. Dank u wel. Districtscommissaris Jabini benadrukte dat zonder bestuursambtenaren het onmogelijk zou zijn voor de overheid om de gestelde doelen te behalen. Hij drukte de bestuursambtenaren op het hart dat zij met de bevordering nieuwe verantwoordelijkheden krijgen en het daarom van groot belang is dat zij zich blijven verdiepen in de inhoud van hun nieuwe functies.